Hoi, en wat leuk dat je kijkt. Ik ben Lian en ik ga een moederdagkaartje maken. Wil je gezellig meedoen? Zet dan de volgende materialen klaar. En zet natuurlijk even de video op pauze, want dat is veel makkelijker om alle materialen te verzamelen. Ik begin met het schetsen van een groot hart en ik gebruik hiervoor een Col Erase kleurpotlood van Prismacolor, want deze zijn super makkelijk uit te gummen. Met washi-tape maak ik een kader waar de tekst gaat komen, hierdoor krijg je zometeen een hele strakke rand met kleuren. En dan is het natuurlijk tijd voor die Derwent Intense potloden erbij te pakken. En ik gebruik eigenlijk alle kleuren die je hier in beeld ziet liggen. Ik schets wat bloemetjes en wat blaadjes en ik probeer eigenlijk gewoon heel los overal iets moois te tekenen. Dit is natuurlijk een goede oefening om niet te perfectionistisch te zijn. Dus probeer lekker los te schetsen, want dit geeft natuurlijk het allermooiste resultaat. Ik probeer echt met de kleuren een beetje te spelen, zodat je hele mooie kleurovergangen kunt krijgen als we het eenmaal met water zo meteen gaan activeren. Nu de eerste schets erop zit, is het tijd om met een waterpenseel het kleurpotlood te activeren. Ik hou er altijd een doekje bij de hand, zodat ik tussendoor mijn penseel af kan vegen. Ik heb de eerste laag nu geschilderd, vervolgens pak ik weer mijn potloden erbij om een nieuwe laag aan te brengen. Ook schets ik dus hier en daar weer tussendoor wat bloemetjes en blaadjes om wat extra op te vullen. Als de onderlaag goed gedroogd is, zet ik met kleurpotlood nog wat meer die bloemetjes en blaadjes aan. Dit zorgt ervoor dat die kleuren nog intenser op papier komen te staan. Je ziet dat ik hier verschillende kleuren over elkaar aanbreng. Dit zorgt na activatie met water dat die kleuren heel mooi gaan blenden. Vervolgens ga ik ook deze laag weer activeren met water. En het mooie aan deze potloden is dat de onderste laag die we al eerder aangebracht hebben niet opnieuw geactiveerd zal worden. Hierdoor behoud je dus een hele zachte onderlaag met een wat gepigmenteerdere laag bovenop.
Ik voeg nog wat kleine details toe en ook deze activeer ik weer met water. En daarna laat ik het even goed drogen. Nu haal ik de washi-tape eraf, maar achteraf gezien had ik die beter even kunnen laten zitten, want ik ga natuurlijk nog even met fineliner aan de slag. Met fineliner ga ik heel losjes proberen de contouren aan te geven van de bloemetjes en de blaadjes. En dat was natuurlijk veel handiger geweest als ik die washi-tape erop had laten zitten, want dan hoef je in ieder geval niet uit te kijken dat je over die witte rand heen gaat. Met een fijne brushpen schrijf ik fijne moederdag. Even wat lijm aanbrengen op de achterkant van je werkje, plak het op het kraftpapieren kaartje en je kaartje voor moederdag is bijna klaar. Nog even die eerste schets uitgummen en dan heb je toch een onwijs tof kaartje gemaakt voor moederdag. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Geef deze video dan een like en abonneer je op mijn kanaal zodat je natuurlijk niks mist van de komende video's. En oh ja, heb je meegedaan en heb je ook zo'n tof moederdagkaartje gemaakt? Post het dan op social media en tag mij onder je post, want dan kan ik jouw kaartje natuurlijk ook bewonderen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video!